bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Te gast is Niels Wagemaker. Niels, je bent van Circular Industries. Het mooie is, je hebt een t-shirt aan waarop dat ook, waar het op staat. Ja, mochten we het vergeten, staat erop. Wat staat erop? Dat is prettig. Ik zag al dat jullie wat grijs waren. Ik krijg er zelf ook last van dat ik steeds meer dingen vergeten, dus vandaar. Ja, nee, dat is heel handig, heel handig. Goed over nagedacht. Maar toch moet je nog even uitleggen, want wat doen jullie als Circular Industries? Ja, wij noemen onszelf een integrator van bewezen en best beschikbare technologieën, die eigenlijk duurzame en circulaire extractie van grondstoffen uit afvalstroom mogelijk maken. Geef een voorbeeld. We gaan eigenlijk beginnen met een, wij noemen dat een business case. We hebben een business case ontwikkeld op printplaten, uit afgedankte printplaten uit elektronica. Kunnen wij elementen terugwinnen die andere partijen niet kunnen terugwinnen. Een stuk meer elementen. Dus je ziet dat gemiddeld kunnen verwerkers van afgedankte printplaten kunnen vaak 4 of 6 elementen maar terugwinnen uit die printplaten. Terwijl diezelfde printplaten kunnen ongeveer 60 elementen uit het periodiek systeem bevatten. Dus eigenlijk maar een heel klein deel wordt teruggehaald. Nou, dat stoorde ons, zeg maar. Dus daarom hebben we uiteindelijk gekeken, oké, is het mogelijk om er meer uit te halen? Dat is het ook. Je hebt wel een bepaalde schaalgrootte nodig. Dus we gaan een grote fabriek bouwen om dat uiteindelijk te kunnen. In het begin zei iedereen, dat kan niet. Maar inmiddels hebben we ook aangetoond dat het allemaal technisch kan. Het heeft ons een hoop geld gekost. We hebben het eigen zak moeten financieren. Maar de staat is eigenlijk nu dat we wachten. Om daar even wat dieper op in te gaan, want dat maakt veel duidelijk. In printplaten, dat zijn die dingen die in alle elektronica zitten, met al die dingetjes erop gesoldeerd. Daar zit van alles in, hè? Goud, zilver, weet ik veel. Palladium, koper, aluminium, noem het maar op, of het zit erin eigenlijk. De helft van het periodiek systeem kan erin. Denk je dat is makkelijk, want de normale partijen halen die 4 wat meest waardevolle dingen eruit. Maar hoe in godsnaam haal je daar, hoe recycle je dat? Dat lijkt me een heel ingewikkeld Dit is een vrij complexe afvalstroom. Dus eigenlijk geen afvalstroom op aarde. Er zijn wel meer afvalstromen die complex zijn. Dus het afval van de kernenergiecentrale is complex. Maar qua elementen, dus bijna geen afvalstroom op aarde die 60 elementen uit het periodiek systeem kan bevatten. In één iets, zeg maar, in een printplaat. Dus dat maakt het complex. En daarom zeggen we heel veel partijen al bij voorbaat van dat kan je nooit allemaal terugwinnen. Nou, wat wij doen onszelf een integrator. Dus wij gaan kijken, wij kijken niet hoe het niet kan, we kijken dus hoe het wel kan. En eigenlijk alle technologieën die zijn al een keertje ontwikkeld om dit te kunnen. Dus wat wij doen is niet zelf engineeren. Dat zie je heel veel binnen de afvalbranche. Want wij acteren binnen de afvalbranche. Maar je ziet daar heel veel trial and error. Omdat partijen zelf het wiel proberen uit te vinden. Maar eigenlijk moet je gewoon gaan kijken wat is al uitgevonden. En dan kun je dat logisch combineren om een bepaald doel te bereiken. En in ons geval is het doel maximale grondstofverwinning. Dus gaan we uitkijken met welke technologie kan dat. En dat houdt dus in dat je uiteindelijk tot een bepaalde technologische configuratie moet gaan komen. Dus je moet meerdere technologieën achter elkaar zetten. En dan kan je dit uiteindelijk. Al in het begin zei je dat kan niet. Dus eerst zei ze, het kan allemaal technisch niet. Nou, toen hebben we het aangetoond dat het technisch wel komt. Toen zei ze, je krijgt dat nooit gefinancierd. Daar zitten we nu dus in de financieringsfase. Dus we hebben een investering van 42 miljoen. En uiteindelijk hebben we nu nog een gat van 8 miljoen. En die 8 miljoen moet in principe van de marktpartij komen. Dat is een eis van andere financiers. En dat is vrij lastig, want de marktpartijen die er zijn, die snappen onze technologie niet. Maar je bent wel al in de buurt. Laten we even het omdraaien. Hoe haal je in godsnaam 42 miljoen binnen op een belofte? Ja, nee, we hebben het aangetoond. Het is geen belofte meer. Dus in die zin dat wat hebben we gedaan? Op kleine schaal. Ja, ik zal uitleggen hoe dat doen. Eigenlijk als je in ons geval een business case gebouw voor een fabriek die grondstoffen gaat produceren, heb je 3 risicogebieden. Het eerste risicogebied is eigenlijk de inkoop. Kan je wel datgene inkopen wat je gaat verwerken? Nou, dat hebben we aangetoond. Daar hebben we zogenaamde intentieverklaringen van. Dus we kunnen aantonen dat we voldoende inkoop hebben. Vervolgens moet je aantonen dat ook de technologie werkt. Dat hebben we gedaan met procesvalidaties. En het voordeel is, wij werken met bewezen technologieën. Bestaande technologieën. Dus we hebben gewoon een enorme batch aan printplaten ingekocht. En die hebben gewoon door die technologie heen geleid. En dat blijkt gewoon uiteindelijk uit dat het gewoon kan. Maar daar hebben we rapporten van. En de technologieleveranciers die geven uiteraard een rapportage. Maar dat is objectief. Dat is een beetje hetzelfde als een slager die zijn eigen vlees keurt. Dus we hebben ook een externe partij naar laten kijken. Dat is een engineeringbureau. Die eigenlijk het grootste is binnen de primaire mijnbouw. Die heeft het hele proces gevolgd. En ook die heeft een rapport geschreven waaruit blijkt. Oké, het klopt. Dus het is niet zomaar een verhaal. Het is gewoon mogelijk om al die elementen terug te halen. In deze configuratie. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi verhaal. En ik denk, oké, dat is geweldig. Vooral omdat het een hele goede financiële business case geeft. Dus enerzijds hebben we een soort maatschappelijk rendement. Want we zorgen ervoor dat al die grondstoffen die nu verloren gaan, dat die uiteindelijk behouden blijven voor de Europese maakindustrie. Dat is een van onze hoofddoelen. Omdat we in Europa hebben enorme afhankelijkheid van grondstoffen van andere landen. Met name China. Die is heel erg dominant op productie van grondstoffen die we hard nodig hebben voor onze groene energietransitie. Voor medicatie, noem het MRI-scans, zonnepanelen. Blijf even bij je eigen technologie. Want die grote macro-economische globale problematiek, die kennen we denk ik wel. Even terug naar je
technologie? Want je zegt, ja, we hebben... Stap 3 zijn we bij. Klopt, ja. Stap 2 had ik verteld, dat is eigenlijk de technologie. Dat is voor ons geen risico, omdat we gebruiken bewezen technologieën. Dus we hebben die procestest gedaan over validatie van de technologieën. Dus we zijn eigenlijk uitgekomen dat het werkt. En volgens hebben we nog een derde risicogebied, dat is eigenlijk de output. Maar we hebben metaal als output. En elk element in het periodiek systeem heeft gewoon een afzetmarkt. Je hebt gewoon een wereldwijde beurs die er gewoon verhandelen. Dus je metalen kunnen overal kwijt. Daar maakt niemand zich zorgen over. Alleen wat men ingewikkeld vindt is inderdaad onze technologie. Ook al hebben we aangetoond dat het allemaal werkt. Iedereen zegt van ja, het is nieuw. En als het nieuw is, dan zien ze een risico. Het is nieuw, maar ook als ik investeerder zou zijn. En je zou zeggen, ja, we combineren bestaande technologieën. Ja. Is kopieerbaar. Is kopieerbaar. Wat is er dan uniek aan? Dan kan iedereen dat. Klopt, kan in principe ook. Alleen je moet bepaald, om zo Amsterdam te zeggen, je moet bepaald gochme hebben om dit wel voor elkaar te krijgen. Wat wij zien is, zeker in de afvalsector, dat er heel veel specialisten zijn. Die zijn in staat om zelf een proces uit te denken. Maar wij zijn integrators en er zijn relatief weinig integrators op deze wereld. Als integrator moet je namelijk heel functioneel kunnen denken. Je moet kunnen combineren en daar moet je eigenlijk generalist voor zijn. En een kenmerk van de meeste mensen, maar dat komt meer vanuit het educatief systeem, bijna iedereen wordt opgeleid als specialist. En daarom kunnen ze eigenlijk alleen maar in een koker kijken en kunnen ze moeilijk dingen met elkaar combineren. Nou, dat is onze kracht, zeg maar. Wij kunnen combineren. We zijn allemaal mensen binnen ons team, we zijn met z'n tienen, maar we hebben al eigenlijk een track record op het gebied van integraties. En er zijn niet heel veel mensen die het kunnen uiteindelijk in de wereld. En we moeten straks een fabriek gaan bouwen. Precies. Ja, en dan generalisten zijn geen goede fabriekbouwers. Nou, maar dat kan je dus specialisten hiervoor induren. Dat doen we ook. We zijn eigenlijk meer een soort projectbureau. Dus wij hebben een oplossingsrichting geschetst, dat hebben we gevalideerd. Uiteindelijk gaan we specialisten inhuren voor de bouw. Dus we hebben uiteindelijk iemand die de bouw gaat begeleiden. Die doet niks anders dan utiliteitsbouw. Dus die gaat zeg maar de verbouwing van de fabriek gaat die managen. En we hebben eigenlijk voor al die processen hebben we gewoon een specialist die we aantrekken. Ja. Maar die kun je relatief makkelijk inhuren. Hey, je zei, we hebben, wat is het, 42 miljoen, zei je toch? Ja. Nodig. Ja. En we zijn 8 miljoen, komen nog tekort. Ja. En je hebt gezegd een voorwaarde van een deel van de investeerders is dat we dat uit andere bronnen halen. Wie zijn met jullie meegegaan in het geloof, zeg maar, in die eerste, 34 miljoen? Ja, een aantal banken. Dus in dit geval, in de vaktermen praat je over equity en debt. Equity is eigenlijk het geld met name aandelen. Ja, waar men aandelen voor terugkrijgt. Dus er zijn marktpartijen die bijvoorbeeld instappen, die krijgen aandelen. Of lokale fondsen, die vereisen ook vaak een equity aandeel in zo'n geheel. En de banken doen altijd debt, die doen altijd schuld. Dus we hebben een aantal banken die zeggen, nou, we willen tot 65% van het bedrag willen aan schuld financieren. Dus dat houdt in dat we nog 35% aan equity nodig hebben. En daar hebben we een aantal lokale fondsen voor. We hebben het Amsterdamse Klimaat- en Energiefonds, het Participatiefonds Duurzame Economie. De haven van Amsterdam wil nog meedoen. Er zijn een aantal partijen die uiteindelijk een equity of een debt stake nemen in dit verhaal. Hey, ik wil nog even helemaal terug naar het begin. Waarom ben je dat in godsnaam gaan doen? Dat klinkt namelijk mooi. Dat is een goeie, want we gaan meteen de diepte in. Maar dat is ook altijd een aanleiding. Ja. Ja, ik heb daarnaar zitten zoeken. Ik heb dat geresearched. Hij heeft een tijdje gewerkt als... En dan gaat hij maar keihard afbranden hoor. Hij heeft een tijdje gewerkt als poker-croupier. En in die periode had hij nog wat extra geld nodig. Dus bij Greenpeace is hij de inkoop van materialen gaan doen. Toen werd hij zo gegrepen door de milieu... Ik lul me wat, hè? De milieudoelstellingen van Greenpeace. Dat hij met zijn IT-achtergrond, die hij ook had, daarna verzeild is geraakt in dit soort business. Klopt. Ja, wat je net schetst, is dat blijkt dat ik een typische generalist ben. En ik zei al, je hebt af en toe generalisten nodig om bepaalde dingen gerealiseerd te krijgen. Maar nee, ik heb bij Greenpeace gewerkt. Daarvoor ben ik groupier geweest een tijdje in Oostenrijk. Ja. Maar bij Greenpeace was ik onder andere verantwoordelijk voor de groene inkoop van kantoorartikelen. Ja. En dat was in 1997, 98. En op een gegeven moment, na 2010, ben ik een beetje terug gaan kijken op mijn Greenpeace-periode. Dat was een hele leuke periode. En toen ben ik aan kijken, wat is er gebeurd op het gebied van afval naar grondstof? Want bij Greenpeace moest ik simpele dingen doen, bewijs van, ik moest balpennen inkopen van gerecycled plastic. Maar dat was nog heel moeilijk in 1997. Ja. Op dat gebied is wel iets meer gebeurd, maar nog steeds relatief weinig. En ik moest papier inkopen wat chloorvrij gebleekt was. Op dat gebied is wat gebeurd. Maar verder hebben we nog steeds eigenlijk heel veel afvalstromen die we nog onbenut laten. Dus ik ben eigenlijk vanaf 2010 wat meer die afvalwereld weer ingedoken. En ben eigenlijk tot de schokkende ontdekking gekomen dat iedereen zijn mond vol heeft van recycling. Maar in de praktijk dat er nog steeds heel veel afvalstromen worden verbrand. En dat is eeuwig zonde, want die afvalstromen die worden met heel veel moeite uit de grond gehaald. Tenminste, de grondstoffen daarvoor. Uiteindelijk gaat het ergens door een schoorsteen naar buiten.
of er blijft een residu achter, wat uiteindelijk onbenut wordt of blijft. Dus die keten is nog lang niet gesloten. Dat is eigenlijk het doel van de circulaire economie waarin wij ons begeven. Binnen de circulaire economie probeer je eigenlijk grondstoffen zo lang mogelijk in de keten te houden. Maar heel veel mensen duiken hierop omdat er geld in te verdienen is, omdat het hip is en de overheden het willen, er is subsidie voor. Is dit voor jou echt een passie? Het is een missie inderdaad geworden uiteindelijk, want wij verdienen niks mee. Een missie, dat is wat anders, ja, hè? Ja, nou, in die zin, ja, het is bijna zendelingenwerk wat we doen, omdat we zijn vanaf 2015 hiermee bezig eigenlijk met deze propositie. En we verdienen niks mee, we krijgen van niemand geld, we moeten onze eigen broek ophouden. Dus alles wat we hebben aan geld, dat hebben we hierin gestopt. En wat we nog links en rechts kunnen verdienen, dat stoppen we ook weer erin. Dus af en toe moet je heel diep gaan. En eigenlijk zo diep, dat gaat ten koste van dingen, van je privéleven. Zowel mijn zakenpartner en ik, we zijn allebei gescheiden. Dat heeft eigenlijk direct is dat terug te voeren op de risico's die we nemen in dit project. Dus je moet wel heel diep gaan, wil je uiteindelijk je doelen willen bereiken. Dit is wel echt een drive die jij... Ja, het is natuurlijk passie, maar uiteindelijk is het gewoon echt een missie. Wij willen dit doen. Komt ook omdat we in 2014 zijn we begonnen eerst met het oprichten van een consultiebedrijf binnen de circulaire economie. Dus we hebben eerst gezegd, nou, we gaan eigenlijk bedrijven helpen om die transitie naar de circulaire economie mogelijk te maken. Dus we gaan naar het kijken, wat hebben ze aan afvalstromen en hoe kunnen we dat omzetten naar iets nieuws. En dan blijkt uiteindelijk dat we voor hele grote partijen hebben een mooi rapport gemaakt. Maar die rapporten, daar betalen ze dik voor. En uiteindelijk belandt ergens in de laag. Niks mee, ja. Klassiek consultants. Precies, ja. En daar ben ik weer te veel ondernemer voor. En ook te veel optimist überhaupt. Ja, dat vind ik onbestaanbaar. Dus uiteindelijk, als je een hele mooie business case kan maken, dan moet je die ook gaan uitvoeren uiteindelijk. Dus in 2015 heb ik gezegd, nou weet je, als niemand het doet, zeg maar, dan gaan we zelf maar gewoon business cases bouwen. Alleen dan moet je wel natuurlijk een hele mooie business case hebben. En daarom kwamen we uiteindelijk uit bij printplaten. Want printplaten, ja, dus geen afvalstroom zo rijk aan elementen uit het systeem als een printplaat. Dus we kunnen geen meer eer behalen dan op printplaten qua afval. En als je zeker dan ziet wat de performance is van de sector, dat is gewoon echt schrijnend. Hoe lang ben je hier nu al mee bezig? Vier jaar ruim. Vanaf idee, we gaan iets met printplaten doen? Klopt, ja. Tot waar je nu staat? Ja. Namelijk het idee gevalideerd in die drie stappen die je hebt beschreven? Ja, en richting financial close. Ja. Ja. Want die 8 miljoen die je nog nodig hebt, hoe ga je dat voor elkaar krijgen de komende periode? Is nog lastig, want het is eigenlijk een eis van een aantal financiers dat het dus vanuit een marktpartij komt. Alleen de marktpartijen in Nederland kunnen bijvoorbeeld maakbedrijven zijn. Maar ook afvalbedrijven. Nou, afvalbedrijven die zijn meer met technische scheiding bezig. Met mechanische scheiding bezig. Dus een afvalbedrijf, ik noem wat... Ja, dan leg me eens even uit hoe dat dan werkt. Want wij proberen heel secuur te scheiden thuis. Ja. Dat doen we ook. Dus ik breng echt mijn oude elektronica breng ik naar het afvalpunt bij de gemeente. Maar die flikkeren dat allemaal weer in een grote container, alle apparaten. En ik geen idee wat ermee gebeurt. Hoe gaat het vanaf daar verder? Nou, we zien met afvalscheiding, zeg maar, er zijn enorme logistieke processen die aan de grond zal liggen. Dat lijkt altijd heel duurzaam. Maar al die verschillende afvalstromen worden allerlei verschillende partijen opgehaald met dieseltrucks bewijzen van. En dan wordt het overal toegehaald. Het wordt van de ene hub gaat naar de andere hub en dan gaat weer naar een nog grotere hub. Er zit heel veel logistiek omheen. Maar wie haalt die printplaten uit die oude versterker die ik bij de gemeente inlever? Als je hier bij de gemeente inlevert, dan gaat uiteindelijk... Bicycle heeft afspraken met gros van Nederlandse gemeentes. Dat zijn uiteindelijk dat ze stromen ophalen en uiteindelijk verwerken. Dus Bicycle die brengt dat allemaal uiteindelijk naar verschillende ontmantelingsstations. En die trekken dan letterlijk de e-waste uit elkaar. En die scheiden dat in stromen en dat leveren ze weer aan allerlei partijen. Dus plastic gaat naar een partij, de printplaten gaan naar Umicore in België. Vervolgens probeert Umicore daar wat metaal uit te halen, maar dat doen ze niet meer het meest duurzame proces en ze houden de reststroom over. Gaan jullie dat dan? Hè? Precies, wij hebben gezegd, we hebben een aantal doelen dus. Enerzijds zeggen we, we willen zo duurzaam mogelijk printmaten gaan verwerken. We willen maximale grondstoffenwinning en we willen dus geen grondstoffen overhouden voor reststromen. Dus wat erin gaat, moet er eigenlijk weer terugkomen als een product. Dus wat we gaan doen is dat we pakken die printplaten beet. We kopen gewoon printplaten in. We kopen geen computers in. Dus we kopen het al ontmanteld in. We kopen een monostroom, zoals het heet. We kopen ook een bepaalde stroom in. Wij noemen dat low-grade printplaten. Dat is een vakterm eigenlijk. Maar low-grade printplaten is eigenlijk een bepaalde gradering van printplaten waar eigenlijk weinig metalen in zitten. Ja. Bewijs van je Apple printplaat, die is heel dicht bevolkt met allerlei elementen. Nou, daar zit heel veel metaal zit erin. Dus haal je hoge yields uit qua palladium, qua goud. Yep. Maar bewijs van je modem of je router thuis of wat dan ook. Dat soort meer laagwaardige apparatuur of je webcam. Ja, er zit een heel luchtig printplaatje met heel weinig elementen. En geen enkele smelter kan daar bedrijfseconomisch op draaien. Dus wij hebben gezegd, juist die kleine printplaten, dat volume gaat alleen maar toenemen. Want steeds meer mensen gaan steeds meer elektronica consumeren. Maar de sector is niet in staat om daar een goede business case van te maken. Dus
de sector is ook niet echt geïnteresseerd in dat laagwaardige spul, zeg maar. En wij dus wel, omdat we daar wel economisch om kunnen draaien. We hebben een hele lean mean fabriek. We hebben relatief weinig kosten. Het is een flinke investering, 42 miljoen. Maar we hebben straks slechts 80 mensen in dienst. En we hebben een fabriek van maar 3000 vierkante meter waar alles in plaats kan vinden. Dus vanaf de ruwe plintplaat, de low-grade plintplaat die proces ingaat, tot en met scherven ervan en het voorverbranden, waarbij we eigenlijk alle plastics verbranden in het proces. En die plastics, daar maken we energie van. Daar kunnen we onze eigen machines weer vervoeden. Maar door die plastics uit de printplaat te verbranden, hebben we eigenlijk een massareductie van 50%. Daardoor kunnen we uiteindelijk meer door onze volgende processtap halen, dus een plasmaoven. En in plasmaoven smelten we eigenlijk de volverbrande printplaat. Dus wat er gebeurt is dat de metalen, die komen onderin de oven te drijven, zeg maar. En moet je dat scheiden. Klopt, ja precies. En, ja. En eigenlijk het glasvezel, want een printplaat bestaat uit glasvezel om daarop metalen geprint. Het glasvezel komt bovenop het glas te drijven. Maar het voordeel van de technologie die wij gebruiken is dat we bijna geen verlies hebben van metaal in glas. We gebruiken plasma en dat heeft eigenlijk een hele hoge temperatuur wat we daarmee bereiken. Maar het voordeel is dat we minder dan 0,5% van metaal in glas laten verdwijnen. Bij conventionele technologieën verdwijnt er zomaar 5 of 6% van de metaal in glas. Want die werkt met andere temperaturen, dus je hebt eigenlijk heel verlies van grondstoffen. Wij zeggen dat willen niet, dus vandaar dat we naar een andere oplossing hebben gezocht. En met plasma hebben we maar een half procent verlies van metalen in het glas. Het heeft ook een voordeel, want omdat er een aantal metalen zich binden aan het glas, heeft het glas ook bepaalde eigenschappen waar we het kunnen toepassen. Dat wordt nu wel heel technisch, hè? Snap ja, het wordt heel technisch allemaal, ja precies. Ja. Ja, we kunnen ook weer iets minder diep in. Nee, daar ben ik heel blij mee, hoor. Maar, ja. maar ik zit met name zit ik te denken van, jeetje Christus, hè, dat ben je bedacht. En dan moet je dit ook allemaal nog werkelijkheid gaan maken, weet je wel. Dat is nou, wat ik er fascinerend aan vind, serieus. Weet je, ik las volgens mij 2 weken geleden nog een groot artikel in een van de kranten of de bladen, weet ik veel, over dit probleem. Namelijk, toen ging het specifiek over telefoons, dat iedereen thuis ladervol rotzooi heeft liggen. Ja. En dat echt een goudmijn aan schaarse metalen is, waar in landen als Congo, waar ik dan toevallig heb rondgelopen, je gewoon weet dat er oorlog over gevoerd wordt, mensen onder bizarre omstandigheden die metalen moeten delven uit in mensonterende situaties. Klopt. Maar jullie hebben gewoon een oplossing. Ja, precies. Nou, je geeft de Congo aan. Maar je zegt nog net niet van lever die telefoons gewoon bij ons in, want je koopt dat weer ergens in. Klopt, ja, we komen erin. Ik denk dan gelijk van volgens mij zit daar in die keten nog wel een groot probleem. Jazeker, ja, als je kijkt naar de zakelijke markt, daar komt heel veel van die kleine apparaten waar jij dus naar zoekt, die worden gewoon bij het restafval geflikkerd en die gaan gewoon de verbrandingsoven in. Ook daar hebben we een oplossing voor, want uiteindelijk komt het dan als residu terecht in de bodemas. Dus het residu van een afvalenergiecentrale is bodemas. Als je 100% huisvuil hebt, zeg maar vanuit Amsterdam, en dat wordt opgewerkt bij de AIB of bij een andere afvalenergiecentrale, haal je altijd 25% aan residu over bodemas. Dat is extreem rijk aan metalen, want wat je zegt, je hebt gelijk heel veel mensen elektronica toch in de prullenbak of in de vuilniszak. Ja. Dus dat komt dan eigenlijk daarin terecht, alleen niemand kan het goed terugwinnen. Dat zijn met name hele kleine deeltjes. En alle kleine deeltjes die kleiner zijn dan 2 mm, kan niemand weer uit die bodemas terughalen. Nou, daar hebben we ook weer een oplossing voor, dat zouden we ook kunnen doen. Uiteindelijk willen we ook zelf de bodemas gaan bewerken om daar eigenlijk weer al die metalen ook terug te halen. Hey, wat is nou, je hebt het verhaal, jullie hebben het verhaal voor jullie zelf helemaal op orde. Je zegt, we moeten die 8 miljoen moeten we nog uit de markt zien te halen. Wat lukt jullie nu nog niet? Welke stap moet je eigenlijk zetten om je eigen geloof over te brengen naar, in dit geval, mensen die daar brood in zien? Nou, waar we tegenaan lopen is dat we hebben technologieën die uit het buitenland komen. Die technologieën zijn hier onbekend. Het zijn zogenaamde best bewezen technologieën. We hebben ook na de plasma over nog een stap, dat is een raffinagetechnologie. Die raffinagetechnologie, dat is een Nobelprijs gedreven technologie. Maar de TU Delft kent die technologie bijvoorbeeld niet. En dan is het ook onbekend, maar het onbemind. Maar het probleem is dat de partijen die ons willen financieren, die gaan wel eerst te raden bij de TU Delft of andere TU's. Om te vragen, goh, is het wat? Klopt het wat die mannen zeggen? Kun je daar een uitspraak over doen? Alleen die kennis is niet. En dat is wel een probleem. Op bepaalde vlakken hebben we echt een kennisachterstand in het land. Met name in mijn optiek ook omdat heel veel hoogleraren zich onvoldoende bewegen. Dus ze zijn natuurlijk heel druk bezig, in de materie waar ze in gespecialiseerd zijn. Maar soms moet je ook wat breder kijken om te kijken wat er nog meer beschikbaar is in de wereld. Hoe komen jullie wel aan die deskundigheid? Hoe doen jullie dat, zeg maar, het ophalen uit het buitenland? We zijn letterlijk een aantal keer de wereld omgevlogen. We zijn naar beurzen geweest, naar allerlei technologieproviders. We hebben eigenlijk iedereen gesproken om te kijken welke technologieën aan onze eisen konden voldoen. We hebben het ook in de praktijk gezien, al die technologieën. En uiteindelijk hebben we daar keuzes uit gemaakt en uiteindelijk zijn we tot deze technologieconfiguratie gekomen. Ik moet wel zeggen, we hebben dus een aantal keer de wereld omgevlogen. Dat heeft een hoop bomen gekost.
Dat gaan we wel weer compenseren, uiteraard. Ik wilde net zeggen, het is niet heel circulair, hè? Maar... Nee, dat klopt. Nee, nou, dat is rond zijn gegaan, maar met de trein ging het net niet. Ja. 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 Ja, het was niet altijd even rond. Nee. Hey, wat jullie korte termijn doel is mij duidelijk. 8 miljoen, die fabriek bouwen. En gewoon gaan bewijzen dat wat jullie hebben bedacht, dat werkt. Klopt. Wat is je lange termijn doel? Nou, we hebben eigenlijk meerdere doelen, want we zijn vrij optimistisch als bedrijf. Nou, althans, in die zin, we zien heel veel kansen. We zien nog zoveel grote afvalstroom waar niemand iets mee doet. Het probleem is eigenlijk, als je kijkt naar het periodiek systeem, er zitten 118 elementen in het periodiek systeem. Al die elementen hebben een functie. Alleen toch zie je nog steeds bij heel veel processen bij bedrijven dat ze enorme afvalstromen hebben. En zeggen van, ja, het is volgens afval, we kunnen niks mee. Dus of ze begraven het, of het wordt in een zoutmijn gestopt, of in een voormalige bruinkoolmijn. Of wat ze er ook mee doen, het verdwijnt heel vaak. Ja, dat is zonde. Dus wij zien nog zoveel mogelijkheden voor allerlei andere grondstofstromen, zeg maar, die we uiteindelijk weer opnieuw in de markt kunnen brengen. Maar wat we laten zien in de markt is ook met name dat op het gebied van plastic is heel veel te doen. Plastic is nu hot, zeg maar, dus iedereen snapt het probleem rondom plastic. Maar plastic, iedereen probeert er opnieuw plastic van te maken. Maar wij hebben een andere zienswijze. Wij zeggen, ja, eigenlijk moet je moet die plastic recyclen. Je moet grondstoffen recyclen. Je moet kijken welke elementen zitten in het plastic en hoe kan ik die zo efficiënt mogelijk terughalen. En als je kijkt naar plastic recycling in het bijzonder, plastic wordt heel vaak nu ingezameld, ook op allerlei verschillende plekken. Wordt weer naar hubs gebracht en dan wordt het gebaald en dan gaat het weer een ander behub en uiteindelijk gaat het naar Duitsland. Daar zit de grootste partij van Europa, zeg maar, die het volgens weer granuleert. En dan gaat het weer naar, ik ben naar Tilburg, daar zit de grootste petflessenfabrikant van Europa en die maakt er dan weer nieuwe petflessen van. Maar het probleem is ook met bepaalde plastics, je hebt ook bepaalde eigenschappen nodig. Dus om dezelfde eigenschappen te behouden in die plastics, dezelfde sterkte bijvoorbeeld, moet je ook vaak weer virgin materiaal toevoegen. Want een plastic polymeer, hoe vaker die recycelt, hoe korter de polymeerketen wordt en hoe zwakker dat plastic wordt. Ja, ik ben nu al vroeg nog weet dat er is een bepaalde wens geweest. Dan gaat hij weer uitleggen. Ja, nee, klopt. Maar we gaan weer niet wat weer. Mij nou zo fascineert, je zegt aan de ene kant, wij zijn een bedrijf van generalisten die bestaande technologieën aan elkaar knopen. En op die manier, zeg maar, een nieuwe richting zoeken. Aan de andere kant geef je de blijk van ongelooflijk veel detailkennis te hebben op allerlei chemische processen en productieprocessen. Hoe ziet dat bij jullie bedrijf eruit? Want ik heb toch ook altijd het idee dat dat dit soort innovaties en nieuwe dingen bedacht worden door mensen, een of andere briljante geest die specialistisch is, die alles van plastic weet. Ja. Van de TU Delft of van weet ik veel. Ja, en die zijn ook nodig, zeg maar. Alleen wat die mensen vaak niet kunnen, is omdat ze een kokervisie hebben, is dingen aan elkaar verbinden. En om problemen op te lossen, moet je vaak gewoon breder kijken. En dat is eigenlijk wat wij doen. Want wij zijn geen specialisten in die zin dat we net zoveel weten als die professor. Integendeel, die weet uiteraard veel meer dan wij. Alleen wij weten in de breedte uiteindelijk veel meer. We weten gewoon beter wat te koop is. En dan kom je ook snel tot oplossing uiteindelijk. En alles is al een keertje bedacht, dan je moet het wel bij elkaar zien te brengen. Ja, nou, dat vind ik fascinerend. Ja, maar, maar daarom moet je eigenlijk een hele brede blik hebben. Dus je moet eigenlijk alles interessant vinden. Dat is een beetje de makke van ons team, zeg maar. We vinden eigenlijk alles leuk. Dus ja. En daarom weten we ook veel. Maar voor niks heel erg in de diepte. Ik heb ooit een keertje een presentatie gezien. En het is echt al jaren geleden. Maar dat ging over dat in Rusland, in de tijd dat we nog met het IJzeren Gordijn hadden. Wat ze daar deden was heel goed in kaart brengen. Alle ontdekkingen, bedenkingen, et cetera. Omdat zij van hetzelfde ding uitgingen. Als je een probleem hier hebt, is de oplossing vaak al bedacht in een ander gebied. Dus, ja. Dus misschien is jouw probleem, denk je dat die zus is, maar is het weerstand wegnemen en is het in de zorg al opgelost of zoiets dergelijks. Ja. En zij zaten met die gigantische database goed in kaart gaan brengen, met computers dat aan elkaar gaan koppelen. En ik vond dat een zeer sprekend beeld. En ik denk, het voelt een beetje alsof jij dit nu ook zeg maar zegt. Dus je kennis kan heel erg diep gaan op het gebied waar je mee bezig bent. Maar tegelijkertijd mis je misschien daardoor dingen die bij de buren aan de gang zijn. Dat is het. Dat klopt. Ja. Wat wij zeggen, wil je echt duurzaam, althans wil je duurzaamheid bevorderen of wil je dat accelereren? Iedereen heeft het nu over het versnellen van de circulaire economie bijvoorbeeld. Ja, dan moet je gaan integreren. Als iedereen het wiel opnieuw blijft uitvinden, dan gaat die hele duurzame transitie, dat schiet niet op. Dat duurt veel te lang. Hey, maar over te lang duren, denk je wel eens waar ben ik in vredesnaam aan begonnen? Zeker, dit is echt een missie en dat gaat ten koste van hoop, dat gaat ten koste van onze vrije tijd, van onze relatie, zeg maar. Het is echt een missie. Het duurt inderdaad veel te lang. Als ondernemer heb je natuurlijk altijd haast. Je wil liefst gisteren beginnen in plaats van morgen.
In het begin zeiden mensen al van ja, Niels, let wel, dit gaat minimaal 5 jaar duren, zo'n project. Nou, als dat we tevoren hadden geweten, waren we niet eens gestart, zeg maar. Als we dat hadden geloofd meteen, dan hadden we niet eens gestart. Dus soms moet je maar opportunistisch en optimistisch zijn, want anders stop je al bij voorbaat. Dus als ik had met zekerheid had geweten dat 5 jaar zou duren, ja, dan was het iets anders. Was je er niet aan begonnen. Klopt, inderdaad. Ja. Dus, maar je moet ook blijven doorzetten. En ik zie er ook heel veel omheen dat collega-ondernemers, ja, op een gegeven moment lopen ze thuis tegen problemen aan, omdat een partner het niet betrekt, omdat er financiële onzekerheid is. Het geld is gewoon op, dus ze kunnen ook niet meer verder met het project. Of ze zitten er zelf gewoon doorheen, omdat ze uiteindelijk een hele missie hebben, maar ze krijgen het nergens over de bühne gebracht. Je moet uiteindelijk wel heel veel competenties hebben als persoon, om hier echt geloof in te hebben en te houden, en het ook maar door te blijven gaan. Nou, misschien doe je dat wel volstrekt in onrechte. Misschien zit je jezelf voor de gek te houden. Oh, dat zou ik. Precies. Ja, nee, als toch? Ik zelf maar niet geloof, dan word ik daar zelf niet voor blij van. Want je moet wel doen wat je leuk vindt over het algemeen. Ja. Ja, en dat doe ik. Of dat doen we ook met z'n allen. Ja, want dat is in ieder geval het voordeel. Je bent met de groep. Dus als jij gek bent, dan zijn die anderen het ook. Exact, precies. Ja. Om aan te geven dat niet allemaal even gek zijn. We hebben een aantal collega's die echt wel een enorm track record hebben. Een collega die komt uit de aerospace. Een andere collega komt uit de vliegtuigbouw. Daar wordt ook heel veel integratie gedaan, want ook die bedenken vaak niet iets nieuws. Ja, klopt. Er worden ook gewoon dingen aan elkaar gekoppeld. Als we jou over een jaar uitnodigen, waar sta je dan? Dan hoop ik inderdaad binnen de eerste week rond te lopen, zeg maar. Maar die is dan wel in aanbouw, want we hebben in totaal zo'n 18 maanden nodig om die fabriek vanaf scratch, zeg maar, tot een operationele fabriek te krijgen. En dan hoop ik inderdaad ook al bezig te zijn met allerlei nieuwe plannen, want er zijn zoveel opportunities, en die gaan we niet laten liggen. Dus uiteindelijk hopen we dat we binnen 5 jaar 3 fabrieken hebben. En die fabriek komt in Nederland? Ja, in Amsterdam, het havengebied. Ja. Dat is een mooie plek. Dus, De plek heb je ook al? Jazeker. Het is echt nog alleen dat geld en dan gaat de eerste spaar de grond in. Dat hebben we ook moeten doen, omdat eerst hadden we alleen maar een project op papier. Dus er zijn heel veel bedrijven, allemaal leuk en aardig, maar je hebt niet eens een locatie. Dus als partijen dat als een risico zien, dan denk je, oké, dan gaan we maar een locatie kopen. We kunnen hem niet betalen, maar in ieder geval, we hebben al een koopcontract al. Ja. Dus op zich, ja. Dat is het soort van risico's waar partners soms wat moeite mee hebben. Dat je exact. Het vast je handtekening onder een koopcontract zet. Als je af en toe moet je wel je nek in de stop hangen. Inderdaad. Dan moet je zelf maar hopen dat niemand het stoeltje onder je voeten vandaan trapt. Zeg maar. Met een strop weet je ook dat er een tijdklem zit. Want dan schopt iemand na 2 minuten het krukje onder je vandaan. Klopt. Hebben jullie ook een soort deadline nu? Hebben we altijd, want je moet altijd deadlines houden, want anders kom je nooit ergens. Alleen, helaas moeten we hem steeds opschuiven, maar we houden continu weer een nieuwe deadline. Om altijd zo snel mogelijk allerlei dingen rond te krijgen. Alleen, de praktijk duurt gewoon veel langer, want we moeten eigenlijk mee in het tempo van de financiers op dit moment. En dat is wel jammer, en die hebben een heel ander tempo dan wij, als ondernemers. Ja. Weet je, ik heb zeer groot respect voor je, want het mooie is, we hebben de afgelopen maanden meerdere gasten hier gehad die in de circulaire economie bezig zijn, zeg maar. En elke keer denk ik van, jeetje, wat maak je, wat geef je jezelf een moeilijke opdracht. Is het ook? Ik had van de week afgelopen vrijdag een gesprek met MVO Nederland. En ook maar het ministerie van INW en het ministerie van Financiën. Maar op een gegeven moment zeiden ze ook van, jullie zijn echt aan het pionieren. En dat vergeten we wel eens. We zijn aan het pionieren, ook al gebruiken bestaande technologieën. Iedereen ziet het toch als nieuw. En we proberen voor bepaalde problemen zeg maar, oplossingen te vinden. Dus het is inderdaad pionieren, maar dat vergeten we wel eens. Pionieren, dat kost gewoon energie. Je moet risico nemen. Je moet durven. En wat geeft jou energie? Gewoon het feit dat de sector enorm underperformt. Dus het is eigenlijk een redelijke schande dat heel veel moeite wordt gedaan om bepaalde grondstoffen uit de grond te halen. En als het eenmaal end of life is, als het in een product zit, dat doet er niemand meer de moeite voor om het terug te halen. Ja, dat kan ik niet helemaal rijmen. En daarnaast steven we echt af op grondstofschaarste. We hebben enorme economische afhankelijkheid van China als het gaat om een bepaalde leverantie van grondstoffen die in je laptop zitten, maar ook in je telefoon, of die we ook nodig hebben voor onze windmolens. Dus we moeten onze grondstofketens beter gaan borgen in Europa, want dat houdt onze welvaart op niveau. Als we het niet goed doen, dan hebben we echt een probleem. Met name ook, omdat als je nu kijkt naar het eigenlijk een beetje geopolitiek verhaal, maar China heeft veel macht, dus China is steeds meer landen aan het annexeren. Nu ook Myanmar, daar leggen ze rail infra aan. Maar dat doen ze niet zozeer om daar het economische klimaat te stimuleren, maar voor meer om hun eigen grondstofstromen zeg maar, te kunnen borgen. Maar wat China nu aan het doen is dat de middenklasse in Azië, maar ook in China, gaat verdubbelen. Tot 2030, dus op een hele korte termijn. Dus er zijn nu in heel Azië zeg maar 2,3 miljard mensen in de middenklasse. In 2030 zijn dat er 4,7 miljard.
Die hebben straks ook allemaal een tweede telefoon en een tweede televisie in de slaapkamer. En, dus ja, maar gaat... de urgentie is hoog, dat is wat jij eigenlijk wil zeggen. Exact. Die grondstoffen die China nu heeft, zeg maar, die gaan straks allemaal voor binnenlands gebruik aangewend worden. Of voor Aziatisch gebruik. Gaat niet meer naar Europa komen. En Europa heeft geen eigen grondstoffen. Ja. In principe als je hier naar beneden gaat en je gaat maar diep genoeg halen, magnesium uit de grond, alles zit erin in de grond. Ja. Maar dus daar een hoeveelheden dat je dat nooit bedrijfseconomisch kan mijnen, zeg maar. Ja. Dus je hebt toch de aarders nodig. En de aarders die zijn bijna allemaal in het bezit van China op dit moment. Hey, we hopen met jou dat je missie gaat slagen. Dankjewel. En ik wens je heel veel succes. Ja, super man. Ja, ik vind het echt een mooi verhaal. Nogmaals, weet je wel, ik ben zoveel energie in dingen aan het stoppen waar ik groot respect voor heb. Waarvan ik eerder zou denken van, ja, weet je, dit is te groot voor mij. Maar jij durft het tenminste aan te pakken. En die mensen hebben we nodig. Nee, maar je bent eigenlijk in een maatschappij heb je mensen met allerlei verschillende soorten profielen nodig. Ja. Dat is een feit. Dus als iedereen ons profiel zou hebben, zou het ook niet goed komen. Nee. Maar dan wordt het wel zo onrustig in de maatschappij. Want wij willen alleen maar vooruit. Maar je hebt ook mensen gewoon die dingen willen bestendigen, heb je nodig. Je hebt ook mensen nodig die een verhaal over de buren brengen, zoals jullie. Ja. Zonder jullie kom ik uiteindelijk ook niet uit de startblokken. Dus we hebben elkaar allemaal nodig in dit soort transities. Ja, nou, hartstikke leuk dat je het hier hebt willen vertellen. En kom inderdaad over een tijdje weer eens terug om te vertellen hoe het jullie vergaan met alle plezier. Super. Hartstikke leuk. Bedankt allemaal voor het kijken. We bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes, Jetstream voor de livestream, PQR voor de hosting van de website en Freedom Lab voor de gastvrijheid. We zijn er iedere dinsdagavond, dus volgende dinsdagavond weer. Dag.